De Pixie Plate. Blijkbaar was er toch nog een plaatje. Is dit dan de allerlaatste? Ah! Folo zegt dat is de laatste plaat die we nodig hebben. Yo, Nintendo fans. We moeten nog één Arceus plaat halen. En daarvoor moeten we Uxie, Azelf en Miesprit vangen. Dus dat gaan we lekker doen in deze video. We moeten hiervoor naar drie plekken toe. We gaan eerst lekker naar de Snowlands Camp. Snowfields Camp. En dan ben ik heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren daarna. Als je daar ook benieuwd naar bent, doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we heel snel vliegen met onze Braviary. We moeten dus daar naar boven bij die waterval. Want hier is dat eiland. En eigenlijk is het best wel raar. Want we gaan nu Pokémon vangen die ons geholpen hebben. Zo van, dankjewel. Ik ontneem je nu je vrijheid. Jij mag voortaan bij mij in een Pokéball leven. Bedankt voor je hulp. En daar zijn we. Ja, en ik hoor alweer een geluidje. Daar is die hoor. De eerste. Let's go. Oh, kan ik gewoon gelijk een bal gooien? Zou het kunnen dat ik je gewoon gelijk... Nee, ik kan jou niet gelijk zo vangen. Hallo? Hoppakee. We hebben Uxie overvallen. Level 70. En dan gaan we moonblasten. Let's go, Cresselia. Oké. Ah, we hebben hem net voor de helft down. Dat is eigenlijk niet zo nice. Maar ik kan natuurlijk ook nog not very effective moves gooien. Zoals Psychic, die is not very effective. Dus daarmee gaan we hem sowieso niet helemaal slopen. Oh, en hij kan nog steeds niet reageren. Oké. Nou, dat is een goede set geweest. Oeh, hij is bijna dood. Maar net niet helemaal. Het was een critical hit. En nu gaat die agile staan, hoor. Tuurlijk, tuurlijk. Oké, Swift, die move mist sowieso niet. Maar doet ook niet zo heel veel damage. En dan is het tijd voor de Ultra Ball. En dan gaan we de eerste proberen te vangen van deze drie. We moeten ze denk ik alle drie vangen om die plaat te krijgen. En daar is de eerste. Lekker, Uxie. En nu moeten we nog twee Pokémon van de meren zien te vangen. En die weten we natuurlijk ook wel te vinden. En dan doen we Uxie ook gelijk even in de teampie. In plaats van Overkill. En dan hebben we gewoon een volledig legendary team. Heel nice. De vraag van vandaag is, welke vind jij nou het tofste? Uxie, Azelf of Miesprit? Welke zou ik in mijn team moeten doen van die drie? We gaan nu in ieder geval op weg naar nummer 2. En daarvoor zijn we in het begingebied. En dan moeten we even over deze berg. En achter deze berg kunnen we die natuurlijk gaan vinden. Hey, ja, ja, daar zo. Ik zie hier nog een Spirit. Die pakken we ook nog even mee. En dan vliegen we snel naar het eilandje toe. En dan gaan we voor nummer 2. Stap weer binnen. En dan horen we weer de geluid. En daar is nummer 2. Azelf. Hallo. Wil jij tegen Regigigas? Oh, dit is natuurlijk niet Azelf. Dit is Miesprit. Ik gooi ze echt altijd door elkaar. Oké, wat kunnen we doen? Iron Head maar eens proberen. Oh, dat lijkt me echt niet fijn. Als je van zo'n gigant gewoon het ijzeren hoofd op je bakkes krijgt. Wat een ziek idee. Nou, ik moet wel zeggen, Miesprit overleeft dit best wel goed. Daar kan ik helemaal niks van zeggen. Hij heeft best wel veel klappies nodig. Volgens mij is Miesprit wel lekker. Hij gaat ook die kofferen. Oké, dit werkt niet. Cresselia, zou jij het weer willen proberen? Zullen we kijken of Moonblast wat beter gaat, hoor. Nou, dat gaat eigenlijk helemaal niet echt beter. Oké, Miesprit, oké. Ja, dit is wel een ding. Ik denk dat ik dan toch even naar Heatran moet om Crunch te gebruiken. Hij doet nu een mythical power die niet super effective is. Oké, Crunch. Laten we kijken. Een Agile-style Crunch. Hoeveel pijn gaat hem dat doen? Nou, niet heel veel. Doe ik nog een normale crunch erachteraan. En oké. Ja, hij gaat gewoon weer recoveren. Wat irritant. Op deze manier wordt het wel moeilijk om hem te vangen hoor. Hey. Even niet recoveren, jongen. Hou even op. Stop. Ja, op een gegeven moment is de recover natuurlijk wel op. Dan kan hij gewoon niet meer recoveren. Oeh, dat leek op een critical hit. Ah, dit is gevaarlijk. Ik wil hem nu eigenlijk even een keer niet aanvallen. Want als ik hem nu aanval, dan sloop ik hem misschien net. En dat is natuurlijk ook niet wat ik wil. En dus ik gooi gewoon een ultrabal. En volgens mij hebben we hem. Ja, lekker. Oké, daar is de tweede Pokémon van de meren, van de lakes. Maar deze was wel goed. Jeetje. Misschien moet ik Miesprit maar in het team doen. Nou, weet je, ik hou nog even vertrouwen in Uxie. En dan gaan we nu weer naar de Crimson Mirelands. En dan hebben we hier het laatste eilandje. En ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Deze moeten we nog vangen. En dan hebben we dus alle Arceus Plates te pakken als het goed is. En dan stappen de derde grot binnen. En daar is die. Let's go, Heatran. En dit is dan Azelf. En die gaan we ook eens even crunchen.
Oh, niet in één keer kapot maken. Ultra balletje erbovenop. Ik ben benieuwd of het net zo snel gaat als bij die andere. Want dat ging echt knettersnel. Dit hebben we nu... Oh, oké. Deze gaat misschien moeilijk doen. Ja, deze gaat moeilijk doen. Azelf is de eerste die een beetje lastig doet. En ik denk dat Azelf ook de hoogste attack points heeft. Want hij gaat wel heel hard los op mijn Heatran. Aan de andere kant ging hij zelf ook best wel snel dood. Dus ik denk dat Azelf degene is met de laagste verdediging. De hoogste aanval. Dat Miesprit een beetje gebalanceerd is. En dat Uxie vooral verdedigend goed is. Ja, en dan hebben we nu Azelf ook gevangen. Dus het ging best wel soepel allemaal. Kijk, en hier ligt de Dracoplate. De laatste die we nodig hadden. Ik dacht dat we nog een Waterplate nodig hadden. Maar blijkbaar hadden we de Dracoplate nodig. En nu dan. We hebben nu alle platen binnen waarover Kogita verteld had. Dus we moeten nu terug naar Kogita. En daar zijn we dan. Ik ben zo benieuwd wat hier gaat gebeuren. Hallo Kogita. Ik heb nu alle platen gevonden, mevrouw. En Volo die is er ook weer. En die zegt, Rikachu is een bekend lid van de Servicorps. Natuurlijk heeft hij alle platen gevonden. Wat kan je ons nog meer vertellen? We zijn nu zo close. Jij moet wel meer weten over deze platen. En ze zegt, als je meer wil weten, breng me een beetje hout. 3 houtblokken? Oké, dit is weird. Dit is raar. Dus we hebben hout nodig om dat te connecten met de platen of zo. Wat, heb ik nog ergens hout liggen misschien? Ah, ik heb er precies 2. Ik moet nog 1 stuk hout zien te vinden. Echt joh, dan heb je dit allemaal gedaan. En dan heb je niet even het idee om gewoon hier even een boom te kappen of zo. En een stukje hout ervan te pakken. Nee, dan moeten we echt hout gaan zoeken. Hallo, is hier een boswachter? Boswachter, heb je voor mij hout? Wurmpel, heb je hout voor mij? Ik zoek hout. Is hier nergens hout te vinden? Nou, ik ga wel ergens anders hout zoeken. Jongens, ik houd hier echt niet van. Al deze moeite voor een stukje hout. Kom op, man. Hier, kan ik jou niet gewoon meenemen? Kom. Kom mee. Ik heb een stuk hout nodig. Kom. Schijnbaar moet er wel eens hout liggen hier ergens op het strand. Ook logisch. Niet tussen de bomen, nee, op het strand. Nou, kom maar op dan. Voorlopig zie ik nog steeds niks. Dit is de meest tijdrovende quest in heel de Pokémon game. Op zoek naar freaking hout. En hier ligt ook gewoon niks. Wat is dit nou? Jawel, ja, hier. Hier. Oh, hè. Ja, en dan vind ik er gelijk nog één achteraan. Uiteraard. Nou, Kogita, ik ben uiteindelijk klaar voor. Oké, nou, dit is inderdaad wat ze nodig schijnt te hebben. En Volo die zegt, nu is het moment. Eindelijk, de grote ontdekking. Maar wat is het geheim achter het hout? En Kogita zegt geheim. Nou, je moet even je verwachtingen bijstellen. Dit hout is alleen om mezelf fashion te geven? Oh nee, ze heeft nieuwe cutting boards nodig, wat dat dan ook precies mag zijn. Volo die denkt dat ze ermee wil gaan koken. Ja, we krijgen wel een cadeautje van Kogita omdat we dat hout hebben gevonden voor haar. En wat is dat dan? De Pixie Plate. Blijkbaar was er toch nog een plaatje. Is dit dan de allerlaatste? Ah! Volo zegt dat is de laatste plaat die we nodig hebben. Oké, en hij is weer rustig. Hij zegt, oké, sorry. Dit is inderdaad een van de platen waarvoor we zochten. Waar we naar op zoek waren. Kogita zegt, wat bedoel je? Een plaat? Laat me dat opnieuw even zien. En nu beseft ze pas dat dit inderdaad ook zo'n plaat is die we nodig hebben. Wat? Ze heeft deze plaat gebruikt als snijplank. Ja, nou, logisch allemaal. En nu, wat gaan we nu doen dan? Vraagt ze aan ons. Volo die zegt, nou, we hebben alle platen nu al gevonden. Maar we weten nog steeds niet wat we moeten doen. Misschien moeten we naar de Celestica Ruins. Daar staat namelijk een beeld van Dialga en een beeld van Palkia. En misschien is daar wel het geheim. Oké, let's go! En Kogita is ook heel benieuwd wat we gaan vinden in de Celestica Ruins. Wat kunnen we leren van de oude legendes en mythes? En dat gaan we hopelijk zien. What up, Volo? Oh, het beeld is wel aardig kapot, zo te zien. Nog niet. Hier, dit is niet bepaald heel of zo. Ik denk niet dat we hier nog echt iets mee kunnen. Je ziet alleen nog een paar voeten. En Volo die zegt ook, dit beeld dat staat heel ver weg van de beelden van Dialga en Palkia vandaan. Helemaal kapot, maar hij staat er nog wel. Hij vraagt of wij weten wat het is. Ik zeg dat ik denk dat ik weet wat het is. Ik heb eigenlijk alleen geen idee. Of moet dit het beeld van Arceus zijn? Volo zegt, nou, dit beeld was eens het figuur van een andere Pokémon die gelijk staat aan Pialga. Wat? Pialga? En Dalgi? Palkia en Dialga. Het beeld van Giratina? Oh. Giratina was verbannen. Giratina is verbannen uit deze wereld omdat hij zo gewelddadig was. En hij bevindt zich in een wereld die parallel
parallel staat aan die van ons. En deze Pokémon wacht al heel lang tot hij weer tevoorschijn kan komen en de wereld en Arceus kapot kan maken. En Volo stelt ons een vraag. Als Giratina zo graag de Almighty Arceus uit wil dagen, waar denk je dan dat hij tevoorschijn kan komen? Mount Coronet of de Tempel van Sinnoh? Ik denk in de Tempel van Sinnoh eigenlijk. En Volo die is het er wel mee eens. Want dat is waar de Space Time Rift voor het eerst heeft geopend. Oh, wat? Wat? Hij begint opeens te lachen en shit. Hij kan het voelen. We komen dichter bij het ontdekken van de geheimen van deze wereld. Dat was echt een evil laugh, jongen. Het was een heel boosaardig geluid. Hij zegt, toen ik jong was en er gebeurde iets pijnlijks, vroeg ik me altijd af waarom het leven zo oneerlijk was. En waarom ik vervloekt was dat ik al die dingen moest beleven. Maar natuurlijk, iedereen beleeft dat soort dingen, niet alleen ik. En ik heb al mijn energie gestopt in mijn nieuwsgierigheid en ambitie. En ik vind vooral mysteries, legendes, historie en ruïnes interessant. En hij wil die mysteries gewoon oplossen. En misschien dat daar zelfs een betere wereld uit kan komen. Maar als er een koninkrijk bestaat die parallel gaat aan onze wereld. En als ik daar het verbannen kind van onze creator kan vinden. Misschien snap ik dan de kracht van de Almighty Sinnoh zelf ook wel. En wil je dat niet met je eigen ogen zien? We moeten nu naar de tempel van Sinnoh. Jeetje. Want daar moeten we dus naartoe met al onze platen. Jeetje. En wat gaat daar dan gebeuren? Moeten helemaal hier naartoe. Blijkbaar zijn er dan toch nog andere platen te vinden. Want de quest die heet Seeking the Remaining Plates. We zijn hier weer bij de tempel van Sinnoh. En daar staat Volo. Yo, maar gaat hij nou echt Giratina roepen of zo? Jeetje, maar dat gaan we zien in de volgende aflevering. Ik ben heel benieuwd wat zijn plan is. Ik hoop jullie ook. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!